Hallo, ik ben Jelle de Bok. Sinds 2017 speel ik op de huidige hokken in het Oost-Vlaamse Kluisbek. In het begin was dit vooral op de snelheid en de kleine halve fond, maar in 2020 hebben we besloten om ons volledig te focussen op de nationale zware halve fond vluchten met de oude en de jaarse duiven. Om deze vluchten te spelen heb ik 32 koppels op totaal weduwschap. De bedoeling is dat deze duiven van begin april tot begin augustus elke week gespeeld worden. In 2020 behaalden we de nationale overwinning Boersje bij de jaarse duiven en had ik de beste oude duif op 8 nationale vluchten op de zware halve fond van België. In 2021 behaalde ik 3 provinciale overwinningen. De eerste provinciaal Boersje tegen 6000 duiven, de eerste provinciaal Montoir tegen 5000 duiven en de eerste 2 provinciaal Izede tegen 2000 duiven. Ook behaalde ik de eerste provinciaal asduif allround bij de oude duiven, de tweede provinciale asduif allround bij de jaarse duiven en de derde provinciale asduif op de zware halve fond bij de jaarse duiven. Voor mij begint de voorbereiding op het vliegseizoen al in februari en maart. In die periode heb ik graag dat mijn duiven heel hard trainen, zodat ze een goede conditie hebben tegen de start van het zware halve fondseizoen. Om de duiven goed te laten trainen gebruik ik deze 2 mengelingen. De Depure mengeling, IC Plus, dat is een zuiveringmengeling. En de Black Label Harry Plus mengeling, dat is een eiwitarme mengeling. Door deze 2 mengelingen gaan de duiven enorm hard trainen. En dat is dus de bedoeling voor die basisconditie zo goed mogelijk te krijgen tegen de start van het officiële seizoen. In april beginnen bij ons de snelheidsvluchten. In die periode krijgen de duiven ook vooral nog Depure en Harry Plus Black Label. Maar de dag van de inkorving geef ik ze ook als Superstar. Dat is een iets vetrijkere mengeling, zodat de duiven zonder problemen die vluchten kunnen afwerken en verliezen ze niet te veel nutteloze energie. In mei starten de kleine halve fond vluchten. Dat zijn vluchten van 300-350 kilometer. Vraagt al iets meer energie. Daarom krijgen de duiven in die periode nog steeds Depure en Harry Plus Black Label in het begin van de week, maar krijgen ze de laatste 5 voederbeurten die vetrijke mengeling Superstar Black Label. Eind mei begint voor mij dan de belangrijkste periode, dat is de periode van de zware halve fond. Dat zijn vluchten van 400-500 kilometer. Dat vraagt meer energie van de duiven. Daarom kies ik voor deze 3 mengelingen. Dat is de Superstar Black Label, de Champion Black Label en de Energie IC Plus mengeling. Deze 2 mengelingen, dat zijn Black Label mengelingen met de zwarte maïs. Die zwarte maïs die bevatten heel veel antioxidanten die ervoor zorgen dat de duiven zonder veel energieverlies zoveel mogelijk elke week vluchten kunnen vliegen. Hoe ziet mijn voederschema eruit in deze periode? Op zondag, maandag en dinsdag krijgen ze de helft Superstar Black Label en de helft Champion Black Label. 2 vetrijke mengelingen, zodat de duiven voldoende energie hebben tegen het weekend. En de laatste 2 dagen, op woensdag en donderdag, krijgen ze daar ook Energie IC Plus bij. Dat is de vetrijkste mengeling van de 3. Daar zitten heel veel kleine zaden in, die de duiven ook heel graag hebben. En ik vind het belangrijk dat de duiven tot de laatste moment dat ze op het hok zitten, zoveel mogelijk eten. Op de dag van thuiskomst krijgen mijn duiven de Start IC Plus mengeling. Dat is een eiwitrijke mengeling. Dat is ideaal voor de recuperatie van de spieren die toch wel afgezien hebben na zo'n zware vlucht. Aangevuld met een beetje Depure, de zuiveringmengeling. Dat is een lichtere mengeling en goed voor de vertering van de duiven. Als bijproducten krijgen mijn duiven bij thuiskomst glucose vitaminen en Chemolyt 40. Ideaal voor de duiven op een goede manier te kunnen laten recupereren. De laatste 2-3 dagen krijgen mijn duiven de Formix Plus. Dit is om de duiven in zo goed mogelijk conditie te houden. We bevatten ook rode bieten. Dat is ideaal voor de zoveel mogelijk zuurstofopname van de duiven te hebben tijdens de wedstrijd. Dagelijks krijgen mijn duiven ook Digestal over het eten. Dat is probiotica. Dat is goed voor de darmflora, zodat de duiven een betere weerstand hebben om minder snel ziek te worden. Dagelijks na de maaltijd krijgen mijn duiven ook All-in-One ter beschikking. En eenmaal per week krijgen ze ook een bad met ideaal badzout. Voor meer informatie over deze producten en mijn andere filmpjes, neem dan zeker een kijkje op de website van Verzelen Lagat.